Vanavond gaan we op windsport. En daar zijn we dus druk de voorbereiding voor aan het doen. Wij hebben iets voor jou. Oh. Kijk eens aan. Ah, lees maar hardop. Knol, power. Ja, nee, we krijgen ervan als je dingen gewoon uit huis wil hebben. Dan, ik moest dit aan jou geven van Elisabeth. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken. Oh, wat een slechte intro dit. Naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. En ik ben vrolijk, ik ben blij en jij bent erbij. En Myron ook. En dat is prima. FIFA! Aan de andere kant is het niet open. Dan klinkt het sowieso beter, dat weet ik zeker. Goed, we zijn allemaal wakker en nu dat zo is, gaan wij natuurlijk meteen eventjes beginnen met de adventkalender. Want dames en heren, het is 7 december voor ons vandaag. Dat betekent dat we vakje nummer 7 gaan openmaken. En wat zit daarin? Pam, padabam. Oh, het is een yo-yo. 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 Geniaal. Huh, wat? Geniaal. Dus dat is een yo-yo, dames en heren. Morgen nummertje 8. Alleen nu zit ik dus te twijfelen, wat ga ik doen? Want vanavond gaan we op windsport. En daar zijn we dus druk de voorbereiding voor aan het doen. En zoals jullie hier kunnen zien, hebben we dus ook al wat spulletjes klaargelegd. Zoals een windsporttas. Natuurlijk Knolpower, je weet zelf. En we hebben hier het snowboard. Het is niet van Knolpower, zoals je kan zien. En we hebben hier onze kleding en spullen en een helm. Ook niet van Knolpower. En we hebben een hel, schoenen en gewoon alles. Alles, alles ligt hier. Alles. Wat is een schatje? Je gaat er zo voor zitten, zo van, Enzo, kom even bij me. Nee. Doe even relaxed. Ja, doe even rustig. Doe even rustig. Gewoon even chill. Oké. Okay. Oh, dat is niet... Ja, dat is fijn, hè. Dan doe ik zo even zo mijn hand zo hieronder. Lekker zo mijn koude handje. En dan... Ik vind ze dat helemaal koud. Dat is echt koud. Nou, goed. Wow, dat was eng. Oh, dat was lief. Dat was lief. Leuk, hè. Oké, goed. Ik heb hier een cadeautje. Die ga ik meenemen. En die wil ik later in de vlog vandaag eventjes naar Milan brengen, denk ik. Ik denk dat hij dat wel kan waarderen. Wow, weet je wat we dan gaan doen? Wow. Wow, want jij moet nu weg, even. Ja, ik moet weg, want het is echt heel belangrijk dat dit gebeurt voordat we op windsport gaan. Misschien is het wel leuk als je dan terugkomt om dan inderdaad naar Milan te gaan. Want ik had serieus een to-do-listje gemaakt wat ik allemaal moet doen vandaag. En daar stond ook op dat ik heel graag nog even bij de nieuwe woning wou kijken. Of ze deze week nog iets gedaan hebben, want we hebben nog niet gekeken. Dus dan kunnen we samen even naar Soesterberg. Kan jij dat bij Milan brengen en kunnen we even bij de nieuwe woning kijken. En dan hebben we dat ook weer gehad. Dat vind ik een hele goede schat. Toch? Ja, dat vind ik... Toch? Want ik denk dat ze wel weer bezig geweest zijn, eerlijk gezegd. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, dat laten we hopen van wel. Want de vorige keer zag het er dus zo uit. Hier zo. En dat is hoe het is. En dat is hopelijk dan veranderd in gewoon weer iets meer, ja, want zeg maar. Het is nu 7 december. Schat, we hebben hem net opengemaakt. Ja, kijk, ik was vergeten ook nu wat je het was, hè. 7 december. En in week 50 gaan ze de kozijnen plaatsen. Dus dan gaat dus de ramen erin. Ja. En week 50 is half december. Het is nu 7 december. Dus volgende week gaan ze al de... Ja, als we op windsport gaan en we zijn volgende week terug, dan is er sowieso alweer wat veranderd. Ja. Maar ik ga jullie even laten zien hoe goed en echt gewoon... Hoe goed ik kan inpakken, oké? Okay? En dan moet ik wel zeggen, het is een vierkant object. Dus dat zorgt ervoor dat het sowieso wat makkelijker is. Maar alsnog, hey, ik bedoel, het is wel gewoon mooi ingepakt straks. Let maar op. Ik heb geen idee wat ik allemaal doe, maar... Hey, dat was niet leuk! Die was echt hard. Hier. Dankjewel. Hey! Ja, Hey. Ik zat zo te veel, maar hij viel gewoon hier. Perfect. Oké, ik zal het nu normaal doen. Goed? Ja, pak maar even in. Klein plakbandje. Plakbandje. Wow, ik had niet eens gezien dat die all-over print hier ook gewoon op zat. Ik dacht dat het gewoon zwart was. Katje, dit is kwaliteit. Had jij dat ook wel gezien, hè? Nee. Nee, hè? Ja, had ik wel gezien. Knolpower.nl, dames en heren. Wil jij een cadeautje inpakken? Knolpower.nl!
rustig. We leggen het cadeautje erin. Wat je dan doet, en dat is belangrijk. Kijk, maakt niet uit dat dit zo een beetje van een plakbandje is. Hè? Dat kan je gewoon gebruiken, want dit gaat gewoon overheen. Ja, ja, ja. Maar wat je dan kijkt, is altijd, je moet altijd ervoor zorgen dat je genoeg gebruikt. Daar is de adventkalender goed voor. En dan zo goed mogelijk knippen. Als je een hele scherpe schaar hebt, dan kan je zo sliden. Dan glijd je er doorheen, hè? Zie je dat? Nou, hij is niet helemaal scherp, maar goed. Daar heb ik plakbandjes geplakt, hè? Aan de zijkant, bij jou. Oh ja. Oké, let op. Check hoe ik dit doe. Dat is één. Ja. En dan... Wat doe jij allemaal? Nee, wacht even. Ik heb het helemaal verpest. Ja. Ik heb het helemaal verpest. Nee, je kan het nog wel fixen. Schat, moet ik je helpen? Je hebt het helemaal verpest. Nee, dat valt al mee. Het kan echt nog wel goed, hoor. Oké, wacht. Kijk, en dan, wat je doet, is je strijkt het glad. Je vouwt het als zo'n vliegtuigje, zeg maar. Mm-hmm. En dan doe je zo. Zie je? Oké. Maar dit is ook wel mooi om te laten zien. Dit, zeg maar, dat zelfs als het dan even niet goed gaat, kan je het alsnog weer goed fixen. Tuurlijk, kan altijd. Nou, niet altijd, maar wel vaak. En dan deze doe je hetzelfde. Je strijkt ze glad. Je vouwt hem als een vliegtuigje, zo'n pintje. En dan doe je hem naar binnen. Zie je? Zo! Zo. Kijk. Wop! Woppa! Kijk, dit valt echt wel mee. Zie je? Heb ik gewoon goed gefixt. Heb ik gewoon goed gedaan. Past bij je outfitje ook. Nou, dat is een cadeautje voor Milan. Wat erop staat, ik kom jullie later achter. Goed, ga ik er nu vandoor, want het moet echt gebeuren. En ik moet over een uur zijn, dus let's go. Dames en heren, we zijn op locatie hier in Dordrecht. En ik kan jullie vertellen dat Myron, die heeft, terwijl ik op de computer aan het werken was, heeft Myron de hele auto schoongemaakt en gestofzuigd. De buitenkant hoeft niet, want we gaan op windsport. En ja, sowieso met het koude weer en de regen en alles wordt het toch echt gewoon boom, meteen weer vies. Dus we dachten, dat doen we eventjes niet. Maar de binnenkant is fijn. Maar wat heb je nog meer nodig als je met de auto op windsport gaat? Winterbanden. Is dat belangrijk? Ja. Is dat zelfs in sommige landen verplicht? Ja. Gaan we dat dus doen? Ja. Dus ben ik hier aangekomen in Dordrecht. Ik zet de auto gewoon hier even voor de garage. Want ik denk dat hij elk moment open kan gaan. En dat ik mijn auto erin kan rijden. Want dan gaan we hier bij Banden XL eventjes mijn banden weer vervangen. Van de super dikke velgen die ik eronder heb zitten. Zoals jullie zien. Echt niet normaal, nog steeds zo blij mee. En de zomerbanden die er nog onder zitten met deze velgen. Ga ik dus vervangen voor de winterbanden. En dan kunnen we veilig op pad. Oh, dat voelt zo lekker om even te niezen. Heerlijk. Wow, perfect. In één keer. Dit zijn de winterbanden, dames en heren. Dat is wel even wat anders, hè? Als je kijkt naar deze, ook al zijn deze ook echt mooi, hoor. En je pakt dan dus de velgen die er nu nog onder zitten. De zomerbanden. En deze band is sowieso ook dikker. Dan moet ik even goed gaan kijken hoeveel was dit ook alweer. Als het goed staat het er wel ergens op aan de zijkant. Even kijken, 23. Kijk, hier zie je het staan, 23 inch. Als het goed zijn deze 22. Yes, 22 inch. Dus ja, de winterbanden, 22 inch. We'll be right back.
Kijk eens eventjes, dames en heren. Oeh, de winterbanden. Zeker niet verkeerd. Wajo! Ik ga er maar even achter, want dat ga ik niet meer redden. Maar check dit. Oeh. Dit vind ik echt gaaf om te zien op de snelweg. We moeten echt even achter het convoy rijden. En dan gaan we naar links en dan gaan we inhalen. Kijk, gaan we naar links. Wajo! Dat is niet normaal. Zo kun je dat ding heen en weer gaan. Oh mijn god. Wajo! Dat is ziek, hè? Hoe immens dit is, hè? Oh mijn god, dit is gewoon één week. Wat? Heel lijp. Wow, yo, ik ben er nog nooit op deze manier zo langs gereden. Maar dat is echt dik. Wow, dikke verantwoordelijkheid ook voor die vrachtwagenchauffeur om dat te vervoeren. Eén konvooiwagen voor, één achter. Om mensen een beetje op afstand te houden, zodat de vrachtwagenchauffeur alle ruimte heeft. Ook met het stoppen natuurlijk, met het remmen, heb je super lange remweg. Super lange remweg. Omdat het zo zwaar is. Tenminste, ik ga ervan uit dat het super zwaar is. Ik bedoel, het bungelt wel wat heen en weer, die wiek op het einde, zeg maar. Maar ik denk dat het echt heel zwaar is. Dus die remweg is zo lang, dat het is ook wel echt belangrijk dat die konvooi ervoor zit en een konvooi erachter. Ja, heel dik. Het is gewoon een hele operatie om zoiets te vervoeren. Het is wat dik om te zien, hoor. Goed, de winterbanden zitten eronder. 22 inch, super blij mee. Ik heb echt het gevoel alsof je meteen anders rijdt. Hij is veel wendbaarder in één keer of zo. Het scheelt maar 1 inch. Maar ik denk dat gezien de kilometers die ik erop heb staan en de ervaring die ik heb met deze auto, dat je dat gevoel wel kan merken. Dus dat is wel geinig om te ervaren. En dan ga ik nu naar huis. Ondertussen heeft Maya allemaal dingen gedaan en wat spulletjes ingepakt. Dus we zijn allebei echt lekker productief vandaag bezig om van alles nog te regelen op de laatste dag hier in Nederland. En dan de aankomende dagen gewoon naar Italië op windsport. Hoe vet is dat? Gewoon serieus de appartementen van mij in Italië die ik daar heb gekocht, waar jullie volgend jaar, begin volgend jaar, dus gebruik van kunnen maken en kunnen huren om daar op vakantie te gaan. En of dat dan inderdaad voor windsport is. Dan gaan we jullie laten zien dat het mogelijk is. Of voor de zomervakantie. Super dik. Echt super dik. En wat ben ik blij. Echt serieus. Wat ben ik blij dat ik gewoon met zo'n dikke auto op windsport weer kan. Gruwelijk. We dachten eerst nog van, zullen we een busje huren? En dan kunnen we gewoon een busje. Dan kunnen we eerst met het busje gewoon van Nederland naar Italië rijden en dan alle snowboards erin en bla. Maar toen dacht ik van, nee joh, dit is een auto die ik heb gekocht met een reden, met één reden. En dat is gewoon rijden. Gewoon gaan en je gaat hem gebruiken voor alles. Want het is een auto die moet je gewoon gebruiken en gas erop. Ga met die handel. 120.500 kilometer en plus. We gaan nog steeds knallen met de auto. En de bedoeling is om gewoon dus ook weer op windsport te gaan vanavond met deze wagen. Ik heb een skiluik. Die kan ik niet gebruiken voor mijn snowboard. Daar is mijn snowboard te breed voor. Sterker nog, we hebben 3 snowboards die we gaan meenemen. Die van mij, die van Myron en die van Kim. Dus het wordt sowieso al net dat gaat passen. En dan hebben we nog Kim haar tas, Noël haar zijn tas. Sorry Noël. Myron haar tas, mijn tas. En dan, oh, dat wordt wel echt goed proppen. Maar ik denk oprecht dat het mogelijk is. We gaan het laten lukken. Dat moet wel. We gaan het laten lukken. Want met z'n 4 in 1 auto is sowieso veel gezelliger dan 2 auto's. Dus ja, daar gaan we voor. Super dik. Oh, wat heb ik daar zin in. Zitten we gewoon morgen al in Italië in de sneeuw. Dat is gewoon altijd gek om te beseffen. Die realisatie van vanaf nu 12 uur vooruit. Oh nee, dan is half 4 s'nachts. 24 uur vooruit. Half 4 in de middag zijn we in Italië. Wauw. Super dik. Echt waar. Zo. Hey, Moppie. Kijk eens wie we daar hebben. Lekker broodje voor jou. Oh, wat fijn. En dan hebben we natuurlijk dat cadeautje van Milan. Ja. Dus die gaan we nu eventjes langs brengen. Ik hoop dat hij thuis is. Ik ben benieuwd. Ook. Wordt in ieder geval leuk. En ik heb zo net iets gezien toen ik dat broodje ging halen bij het tankstation. En het is zo toevallig. Ik heb Marjan al een foto gestuurd. Maar dat gaan we vanavond aan Noël geven. Dat is echt serieus zo grappig toevallig dat ik dat tegenkom. Echt geniaal. Ik snap er ook helemaal niks van. Ja, ik snap het wel waarom dat erop staat. Ja. Weet je dat niet? Wow, die vrouw die zei serieus, heeft iets met kerst te maken. Ik zei, ja maar wat dan? En ja, nou, daar komen jullie straks achter. We gaan eerst eens even naar Milan. Zo, wat hebben we hier? Het zijn gewoon al die planken. Wat voor planken? Die zeg maar er tegenaan gebouwd worden. Oh my god, dat meen je niet. De kleur van je studio. Wow, dit is de kleur van de studio, dames ja, en heren. Ja, dit is de buitenkant. Wow, dat is echt... Zo, moet je ruiken. Wat? Oh, lekker. Ja, dat ruikt super lekker. Ja, het ruikt echt serieus super lekker. Wow. Gewoon echt serieus een super lekker vers hout. Ja. Wow, lekker zeg. Lekker. Nou, die bestelling die is hier voor de deur geleverd. We gaan even kijken of wat veranderd is. Als je zo kijkt, dan lijkt het er niet op. Toch? Oh ja, en heel veel mensen die vroegen dus van waar komt de wc? Maar kijk, dat is dus daar. Zie je waar deze buis uit de grond komt? Dus ik heb echt wel een wc hoor in de studio. Maar die had ik inderdaad niet verteld en laten zien toen we een beetje de rondleiding deden hier. Nee.
gebeurd. Er is voor de rest niks veranderd? Nee. Ja, er is wel van alles gebeurd, maar niet hier wat je kan zien, zeg maar. Nee. Maar toch even voor de zekerheid, even checken. Stel voor er was wel weer iets gebeurd. Ik bedoel, we hebben natuurlijk veel contact met de projectbegeleider. Met de mensen die hier aan het werk zijn. Nou, ze hebben iets getekend hier, leek het wel. Ja, uitgetekend. Nou, hoe moet de studio eruit komen te zien? Zo. Ja. Jij zat al te kijken, ja, hè? Van, wat is dat voor tekening op de grond? Dus tuurlijk hebben we veel contact. Maar ja, ze houden ons niet elke dag op de hoogte van... Nu is veel gebeurd. Je kan kijken. Dat checken we gewoon zelf af en toe. En nu we toch dat cadeautje hebben voor Milan, dan kunnen we net zo goed even kijken, toch? Yo, bro. Yo. Let op, je komt net binnen, hè? Ja. 1 seconde, blijf staan. Dat is super cool. Dat vind je ook heel cool. Oude, jonge mensen, geen idee. Oude mensen, dat is fantastisch. Blijkbaar ben ik oud. Oké, goed. Ah! Gruwelijk! Heel vet. Het is echt een game nerd in mij gewoon. Wow, hebben die gekregen of hebben die gekocht? Die hebben gekregen. Wat vet. Ja, hè? Ja. Dit is mijn jeugd. Wow, yo, die wil ik ook even opzetten. Ja, voor mij wat? Wow, keihard. Echt top. Mooi, ja, joh. Plastic. Oh my god, cool. Je kan er wel goed omheen kijken. Ja. Maar ik kan serieus zo gamen gewoon. Ja, dat ga ik niet doen. Wow, dit is wel echt vet. Halo. Oh. Dit heb ik serieus gisteravond nog gespeeld. Ja, ik weet dat je dat speelt, maar ja. Ik wist niet dat het daar. Yo, heel vet. Misschien moet ik dat wel vervangen voor een bed. Ja, en die is mezelf meteen. Oh, scooterhelm, handig. 1 keer geen scooter, 2 is van plastic. Ja, ik heb wel scooter. Ja. Mag ook alleen hoor met deze op. Dit is echt nerdy. Ja, is leuk toch? Ja. Maar wij hebben iets voor jou. Oh. Kijk eens aan, alvast voor kerst. Dankjewel. Ik wou zeggen, ik heb het niet meer nodig, maar ik heb nu dit. Ja, daar heb je niks meer nodig. Nee, super lief. Dit is een tegeltje. Tegeltje. En aangezien Elisabeth zo'n mooie tegel had in de woonkamer, dachten we, dan geven wij jou ook een tegel. Hoe bedoel je een tegel? Ja, dat ding waar hij zo over aan het kutten was. Die van Justin Kaas. Oh, die ja. Moet je nu eens gaan kijken hoe die weg? Ja, die is weg nu. Omdat ik nu meteen weg ga. Serieus? Ik heb hem naar buiten gegooid. Oh. Nou, lekker gedaan, bro. Wil je nog iets weg hebben? Zeg het maar even in de vlog. Even denken, wat is er nog meer? Lees mijn hart op. Oh man. Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn. Hey, fijne dag, hè? Rustig aan, bro. Tot de volgende keer. We wouden even een cadeautje geven. Vind je die wel leuk? Mag gaan even burger en van, jee. Ja, nee, dat krijg je ervan als je dingen gewoon uit huis wil hebben. Dan, ik moest dit aan jou geven van Elisabeth. Dit was dat jou? Ja. Ik heb het helemaal niet. Oh, ik dacht al. Nee, dat komt wel uit onszelf. Dankjewel. Ja, tuurlijk. Dankjewel. Echt top. Ja, super leuk. Cadeau, hè? Ja, dit is net. Het is schijnig, doe je niks mee, maar hè, toch leuk. Ja, is wel leuk. Maar dit is zo'n dingetje die jij dan later weer gaat inpakken en weer aan iemand anders gaat geven. Ik ben geen oma. Ja, maar dat doe je wel. Nee, ik ben geen oma. Let me op, ik denk misschien Don of zo. Ja. Als je volgende keer komt, Don, dan... Nee, ik ben geen oma. Don Kaaklijn. Nou, goed. Maakt niet uit. Hé, bro. Ik kan beloven dat je hem ergens gaat zien. Wat? Wel leuk, grappig. Ik kan niet beloven dat je hem ergens gaat zien hier en daar. Ah, nee, maar wel grappig, toch? Ja, leuk. Hey bro, rustig aan. Wij gaan op wintersport. Oh, echt waar? Ja. Oh, leuk man. Dus wij gaan vanavond weg. Veel plezier. Met winterbanden en we gaan even boodschappen doen en dan moeten we verder. Want go. Heb jij ook aan of niet? Ja, thanks. Ja, is leuk. Ja, nieuwe hoodie van Thijs. Ja, ik weet het, ja. Dat is super tof. Ja, thanks bro. Nice. Oh. Goeie slippers. Ja, deze ook even mee. Tof, nou, dat is wel leuk. Wel knop voor je inpakpapier, hè? Moet je nog inpakpapier hebben voor de feest? Ja, voor de kerstcadeautjes die je voor Elisabeth gaat kopen. Je ging toch iets van 6 cadeautjes kopen, dacht ik? Wat? Hey, toppie, hè? Dankjewel, Enzo. Het is wel leuk voor de kerstpakketten die ik ga weggeven. Dat is wel leuk. Ah, leuk. Ik ga allemaal kerstpakketten weggeven. Staan wij ingeschreven? Ja, staan wij ingeschreven. Als je er eentje wil, sure. Dat is goed. Ja? Cool. Nou, dan sturen we je inpakpapier op. 28 dozen, dus het wordt wel... Hoe groot zijn die dozen? Nou... Niet. Zo, wat? Wat ga je weggeven, bro? Oh, hier beginnen we zo. Als je wat vraagt, hoe groot is die? En dan... Nou... Nee, okay. Maar zoiets ongeveer. Dus ik heb gewoon, ja, dat zou top zijn, 5 rollen. Is goed, en leg hem dan eens neer die doos en stap er eens overheen. Oh ja, dat is... deze bedoel je? Gewoon...
Oh mijn god. Oké, okay, nou wij gaan er vandoor en we sturen de inpakpapier op. Ja, leuk, dat is een goed idee. Komt goed, Heikel. Ik wist dat ik jullie dat hadden. Oh. Ja, bro, ik heb alles van Knolpower. Alles. En als het er nog niet is, dan komt het nog wel. Zo, dames en heren, we zijn thuis en ik heb even lekker de kerstmuziek opgezet. En Myron die is echt heerlijk aan het koken. We hebben boodschappen ook gedaan, alles staat in de koelkast. We hebben lekkere asperges, we hebben broccoli, we hebben pasta, we hebben kip met olijf en gedroogde tomaatjes, een beetje knoflook, ui. We hebben hier pijnboompitten. Mis ik nog iets? Pesto. Pesto, oh ja, tuurlijk. Het is pasta pesto. Kijk eens, de pesto. En dan hebben we straks nog de geitenkaasblokjes. De balletjes die we eroverheen gaan doen. Ja, die mag je wel op tafel zetten alvast. Oké. Okay. Deze ook hier. Of had ik dat al neergelegd? Oh, dat had ik neergelegd al. Dus dit hoeft niet allebei? Nee, die kan in de koelkast. Allebei? Ja, ik had dubbel gekocht. Misschien als het straks goed is dat we dan... Ze heeft dubbel gekocht. Slim hoor. Nou, dan leggen we dit wel hierin. En als je dan gaat kijken hier, dan zie je dat er wat kaarsjes aanstaan. En dat heb ik gedaan. Kijk, we hebben hier hele mooie kaarsjes. Ruikt lekker, ziet er mooi uit. En hier even een broodplankje met kaarsjes. En dan hebben we hier een kaarsje en een lampje. En dan hebben we daarnaast de tv hebben we twee van die mooie soorten. Ja, wat zijn het? Kandelaren, bakjes, ik weet niet precies. Die heb ik ook even aangezet. En dan hebben we hier natuurlijk de prachtige kerstboom. Ik vind het helemaal gezellig. Ik vind het leuk. Echt waar. Het zijn nog steeds allemaal neppe cadeautjes die hier staan. Maar ja, er komen nog echt aan. Ik heb hier het cadeau van Noël liggen. En die heb ik zo mooi mogelijk geprobeerd in te pakken. Ja, ik heb echt mijn best gedaan, zeg maar. En het leuke is dat hij nooit gaat verwachten wat hierin zit. Maar dan ook echt nooit. En ik denk dat jullie ook zoiets hebben van, hè, wat kan dit toch zijn? Maar dat maakt het alleen maar leuker. Dat strikje is niet helemaal goed gelukt trouwens. Maar ik ga hem onder de kerstboom zetten. Ja, daar zet je de cadeautjes neer. Kijk, hoppakee. Prachtig. Kim is er weer. Myron, ja. Zie je er mooi uit? Ja. Ik heb mijn handen nog niet gewassen hoor. Ja, man. Ik ben net gepoept. Ja, echt. Stinkt ook. Nee, ik heb mijn handen wel gewassen. Waar ga je me knippen? Waar best een lichtje. Ja, in de studio denk ik wel. Kim die gaat er dus nog heel eventjes voor zorgen dat de zijkantjes helemaal strak zijn. Zo net heeft Kim Myron ook al geknipt hier in mijn studio. En nu is het zo dat die zijkantjes dus gewoon even lekker bijgewerkt worden. Want voor de rest de bovenkant kan gewoon helemaal zo lang blijven. Dat is gewoon helemaal prima. Dus ja, alleen zijkantjes even. Ik heb er wel wat gel in zitten. Of wat is het eigenlijk? Een soort van waxachtig gel? Ik weet niet precies wat het is. Zit er nog in van gisteren trouwens. Ik heb nog niet gedoucht. Nou, moet ik nog doen. Is het erg dat er nog wat in zit? Want de zijkant misschien niet zo heel erg, maar de bovenkant wel. Kijk, zie je? Dan wil je bovenop er ook wat vanaf? Nee. Oh. Maar alleen de zijkanten. Maar is dat erg? Want ik zit wel een beetje in. Maar het gaat alleen om dit eigenlijk zo. En een beetje die opskeer wel. Alleen om dit? Ja, die opskeer wel. Ja, maar zeg je, dit toch ook kort, hè? Ja. Oh, nee, maar dat maakt niet uit. Dat nee. Kan wel gefixt worden. Ja, kan dat? Ja. Hoeft er echt niet gewassen? Nee. Anders was ik het, hoor. Want meestal was ik maar één keer per week. Oh, ik dacht dat ruik je als ik binnenkom. Ja, maar ik wilde wel een keertje twee keer per week wassen voor jou. Nee, hoeft niet. Zou je daar fijn mee voelt? Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor, ja. Dat was echt iets uit het noorden volgens mij. Ja hoor. Zullen we echt zo'n leuk kappergesprek voeren? Over als je echt bij de kapper komt? Ja. Zo van, ja, hey, thuis niet gezien. Ja, nee. Hoe is de thuissituatie? Ja. Nee, eigenlijk ruzie met mijn vrouw eigenlijk. Oh. Ja. Ja, dat is niet fijn. Ik had opgelost worden of? Nou, weet niet. Misschien moet ik iemand omleggen. Ik weet niet. Nou, als je zo'n gesprek hebt bij een kapper. Ja, echt. Dan moet je toch even 1 in 2 bellen. Hoe kort wil je dan zijkanten? Kort pittig kapsel. Echt kort? Doe maar. Waarschijnlijk kort. Ja, dat zou mijn vrouw niet leuk vinden, maar ik doe gewoon lekker wat ik zelf wil. Want ik bedoel, ik heb ruzie met haar. Dus. Kijk, jij moet ermee lopen zijn. Ja, bekijk het maar. Nou, gaan we doen. En hoe is het met jou? Want ik wil niet alleen maar over mezelf praten. Ja, nee, druk hè. Kerst komt eraan, dus... Nee, je komt kerst eraan. Kom jij dat brengen of? Wat? Wat zei je? Wat komt er eerst aan? Nee, jij zei kerst komt eraan. Ja, kerstdrukte hè. Oh, kerstdrukte. Kerstdrukte. Oké. Ja, maar mag je een beetje naar beneden kijken, meneer? Ja. Oh, is je geluid wel goed? Nee, eigenlijk was zo ook minder dan. Echt? Ja. Oh, het gaat er veel van af! Kim! Holy shit! Myron! Ja, maar dat is kort. Want jee, dat is kort. Yo! Myron! En zo is Carl! Oh, dat is wel veel, hè? Ja. Maar je hebt toch altijd... Ja, maar je hebt toch altijd echt nog kort, hè? Heb je toch echt doorschijnend? Nou, ik heb meestal overal van kort, maar hij wel het meeste aan nog. Even hoe, kijken. Op je? Ja, dat was moeilijk te volgen, hè? Ja, nog een keer? Ik weet niet of dit te veel is, eigenlijk. Het ziet er in één keer heel... Ik kan wel weer aanplakken. Ja, doe je dat ook. Myron! Ja, mag ik wel doen, hè? Dat bedoel ik, het ruzie met vrouw. Goed dan. Ik vind het
Oh, Kim heeft het weer gedaan. Ik ben in een hele irritante bui, dus ik ben een beetje druk. Een beetje flauw. Ik ben een beetje flauw, dames en heren. Een beetje flauw. Ik heb eigenlijk een soort nestje gemaakt. Een vogeltje kan hier zo'n lekker eitje in leggen. Lekker eitje. Lekker eitje. Oh, ik kan zoveel lol hebben met mezelf. Het slaat nergens op. Dat slaat wel ergens op. Het is eigenlijk super leuk dat je dat kan. Zoveel lol in jezelf. Dat je gewoon zo denkt van, ja, ik heb nu gewoon met mijn eigen haar heb ik een bedje gemaakt voor een eitje. Eitje. Zo mooi. Ik zie helemaal zo'n eitje zo liggen zo. En die groeit dan zo. En die komt dan uit. En dan zo'n mooi vogeltje. En die vliegt dan weg. Ja, dan word ik emotioneel, hè. Want dan zie ik dat vogeltje wegvliegen uit mijn nestje. En dan denk ik, die komt nooit meer terug. Goed. Het duurt nu te lang. Het duurt te lang. Ik zit hier al een tijdje. Ik zit gewoon even goed mezelf te checken. Kijk, zo ziet het er dus uit, dames en heren. Als ik aan het vloggen ben. En ik kijk in het schermpje in plaats van naar jullie. Want nu zie ik mezelf de hele tijd. Maar ik zie jullie niet. En ik wil jullie zien. Ik wil niet op deze manier praten. Nee, ik wil op deze manier praten. Hebben jullie dat begrepen? Oké, goed. Kim, daar ben jij niet. Jij bent Maya. Ja. Maar, kijk eens even wat ze deed. Hij zegt zoveel. In één keer, hè? Mijn hele achterkant. Ja, dat is niet kort, hoor. Jessica doet nog korter. Die doet bijna kaal aan de onderkant. Oké. Maar dan moet je gewoon bakje zo lekker even kort hebben. Doen, hoor. Nee, maar kijk, het is niet dat ik de Kim niet vertrouw. Ik kan nog wat korter. No. Dan wordt echt kort kip. Kort kimmig kapsel. Dit is niet. Jij hebt wel eens korter gehad dan dit. Moet ik er nog één korter doen of zo houden? Nee, doe zo maar. Helemaal onderkantje misschien iets korter. Dat kan ik zo meteen wel doen. Ja. Bij het nekje. Nee, maar we gaan op wintersport, hè. Het is koud daar. Oh. Dan is je achterkantje helemaal rrr. Rrr. Dat heb ik geoefend, hè? Ik deed best goed. Ja. Rrr. De achterkant een beetje rrr. Doe jij de rrr. Rrr. Ja, zij kan het ook. Rrr. Rrr. Dan moet je dagen. Rrr. Goed. Dan omringt het dagen. Kijk, hij is leeg. Nee, Kim. Oh, nee, nu wel. Ja, echt kut. Echt? Nee, je lult. Nee, sorry, ik ben... Nee, sorry, heb je een oplader bij je? Nee. Grapje. Heb ik wel. Maar hij is bijna leeg. Ik heb hem nu... Ja, maar hij is kapot. Want als ik zo meteen weer zo doe, is hij weer vol. Oh. Oh, nee, maar er zit gewoon energie in jouw arm. En dan sla je erin. Ja. Ja. Oké, daar gaat hij weer. Jij beweegt zoveel, hè? Ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Ik zou haar verven. Ja, wat is er dan? Zo mijn wenkbrauw. Ja, als dat zo nou was, hè? Zo mijn wenkbrauw. Dat is leuk voor de bij. Zo, keurig. Gaat wel goed, hè? Oh, en zo, jongen. Dit gaat nog fout straks, hoor. Nee, ik zal Kim even de ding laten doen en dan checken jullie zo weer. Dan laat ik wel even zien hoe het eruit ziet. Oh, dat voelt altijd zo lekker. Dit in je nek, hè? Ja. Maar je bent klaar gewoon, bijna. Ja. Nice. Lekker met kwastje. Even het kwastje eroverheen. Hop, hop, hop. Maar ik ga sowieso straks even douchen. Al die haartjes weg in mijn nekkie. Op een of andere manier, dan heb je dit shirt aan. En ook al heb je dat eromheen, toch gaat het altijd... Het zit er altijd in, ja, klopt. Dat is, ja. Dat vinden jongens altijd heel irritant. Als er bij mij jongens in de salon komen, zeggen ik wil wakker zijn. Nee, ik ga eerst douchen, want er zit te veel haar in mijn fruit. Ja, dat is echt gewoon een ding. Elke jongen zegt dat. Maar meiden nooit. Nee, maar die hebben lang haar. Nee, die hebben geen... Ja, dus sommigen hebben misschien wel opskeren of iets, maar niet vaak. Nee, jonge meiden niet echt. Die hebben altijd lang haar. Ja, super chill. Zijkanten wel helemaal kort. Woo! Let's go, Kim! Oh, ik schrik elke keer van deze twee trolletjes hier zo. Kim, die liepen ze net ook al tegenaan. Ja, dat vonden jullie vervelend, hè? Sorry. Kan je hun ook nog even bijknippen, trouwens? Die baasje, joh. Moeten jullie niet scheren of zo? Kan je hem ook even bijknippen, trouwens? Thijs, ook even een paar plukjes vanaf. Ja, Thijs is ook permanent in zijn baard. Ja, echt, hè? Die is ook een mooi sneeuwwitje. Nou, even kijken bij mijn sneeuwwitje. Waar is ze? Of liggen we te verstoppen onder het bed? Ja, dat doet Marvin de laatste tijd. Heel raar, gaat ze onder het bed liggen. En dan is ze in één keer weg. Nee, dat is een grapje. Dat doet ze nooit. Nee, dat doe ik nooit. Je kan geen eens onder ons bed liggen. Wel. Echt? Ja. Oh, nu ik dat weet, vind ik dat eng. Nee. Wat doe je? Ja, dat heb je gezien in het interview van Billie Eilish. Ja, klopt. Ik was mijn haar even aan het uitschudden. Top. Nou, ga ik gezellig met jou meedoen. Maar je ziet er goed uit. Dankjewel, schatje. Jij ook. Auw, mijn knie. Ja, ik heb een zilvershampoo in laten trekken. Oké. Okay. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Nee, is niet helemaal wat je wil? Nee. Oké, nou dan wachten we nog even af wat het wordt. Oké? Is dat een goeie? Ja, zo is beter.
Ja, waarom niet? Zo, zijkantje wel in één keer kort dan, hè? Vol, man, man, man. Dat is toch fijn? Dat is wel fijn, hoor. Oh, oh fijn! Ja! Damn. Yo, Kim! Waar ben je? Hier. Schreeuw, dan kan ik voor je stem volgen. Hier! Hey. Thanks. Alsjeblieft. Super nice. Maar laat je je werkspullen wel hier? Ik wou meenemen. Nee. Zo, ik dacht een beetje geld verdienen in Italië. Ah, je wou daar gewoon mensen knippen? Nee. Oh. Ja, mijn vakantie, ik vakantie, Kim vakantie en Noël komt er straks aan, vakantie. Ja, we gaan natuurlijk alles filmen en voor jullie vastleggen en foto's maken en dingetjes en ditjes en datjes. Maar we noemen het wintersport trouwens. We noemen het geen wintervakantie, we noemen het wintersport. Maar ik ben blij met mijn haren, super nice. We gaan nog even wat dingetjes voorbereiden, klaarmaken. En het is nu 22:30 in de avond en ik wil eigenlijk nog even een uurtje slapen. Maar ik kreeg opeens trek en ook al heeft Marvin heel lekker gekookt. Kijk, nu ziet de broek eigenlijk nog vetter uit als je die oogjes ziet. Zo. Maar Maiwen die heeft super lekker gekookt. Maar ondanks dat heb ik toch nog even een soort van vreetkick. Dus heb ik de oven aangezet. En dan ga ik even een pizza erin stoppen. En wat wordt het voor pizza? Een pizza tonno. Tonijn. Dus ik ga nu nog eventjes snel douchen. En dan als ik klaar ben kan ik even pizza eten. En dan kan ik daarna waarschijnlijk even een uurtje slapen. En dan na het slapen dan de vlog afsluiten. Of nog voortslapen. Ik weet het niet eigenlijk. Best wel gek. Maar ik ga als eerste rijden vanavond. En ik leg het straks wel uit. Komt goed. Eerst even lekker douchen nu. En dan pizza tonno. Oké, dames en heren. Ik heb hier dus mijn pizza liggen. Lekker in bedje. En wat ik nu dus ga doen is heel even chillen. Even relaxen. Hopelijk nog heel eventjes slapen. En dan gaan we over ongeveer 1,5 uur gaan we weg. En dan gaan we rijden naar Italië. Gaan we gewoon op windsport. Dus ik denk dat ik dan gewoon de vlog opnieuw ga beginnen. Of nou ja, gewoon de dag opnieuw ga beginnen. Want dan is het ook 12 uur geweest. Dus dames en heren, voor nu. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En wil je de aankomende dagen genieten van de windsportvlogs? Kom dan sowieso eventjes terug. Morgen om 4 uur. En de rest van de week elke dag om 4 uur. Tot dan. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.